Wethouder van Mierlo, een wat ongebruikelijke plek om u aan te treffen. Wat komt u hier doen? Nou, het is een hele mooie plek om hier te zijn. We zijn hier bij Studio Mad. En aan Niels Neskens en zijn compagnon Jordi heb ik het heugelijke nieuws mogen vertellen. Dat ze vanuit de cultuurregio Twente een subsidie hebben ontvangen. Een subsidie van 50.000 euro, waar ze hele mooie dingen voor kunnen doen. En dat is de eerste creatieve broedplaats die wij in Almelo hebben. Dus een hartstikke mooie ontwikkeling. Nogmaals gefeliciteerd. Bedankt. Jij ook van harte gefeliciteerd. Nou, ik geef hem jullie over. Beide, ja, dankjewel. Wat is eigenlijk een creatieve broedplaats? Nou, met de MadLab Creatieve Broedplaats zullen we met jongeren hele mooie nieuwe innovatieve trajecten doen, projecten opstarten. Alles op gebied van innovatie met content. Als Mad zijn, dan zijn wij contentmakers, dus we maken films en animaties. Maar tegenwoordig is de vorm waarin je de film en animatie presenteert, is net zo belangrijk als de content zelf. En binnen MadLab doen we dat met alle innovatieve technieken als augmented reality, virtual reality, hyper reality, mixed reality. Dus allemaal nieuwe technieken die gebruiken wij. Daar hebben we samenwerking mee met andere bureaus, maar ook met studenten. En samen binnen de creatieve broedplaats gaan we hele mooie nieuwe projecten opstarten. Voor wie zijn die projecten eigenlijk dan? Met name vaak voor klanten, maar ook wel voor bijvoorbeeld hier Facehoes, de club hier in Almelo. Waar we ook bezig zijn om een hele mooie nieuwe ruimte in te richten. En ja, ook alle nieuwe projecten op te starten en nieuwe technieken te gebruiken en interactiviteit toe te voegen, dat soort dingen. Ja. En hoe zit het met AI? Ja, AI is daar ook een hele belangrijke factor in. En daar zijn we ook volop mee bezig. Wat doen we ermee? Wat gebruiken we? Zitten er gevaren achter? Je ziet het dat we als scriptschrijvers is het nu tegenwoordig heel makkelijk om via AI scripten te laten schrijven. Maar ik denk wel dat altijd creativiteit niet uit de machine komt, maar uit mensen die het bedenken. En waarbij het je veel meer moet in de voorfase. Van wat voor input geef je AI om mooie dingen te ontwikkelen? Die creativiteit zit hem nu aan de voorkant. En wat je erin stopt qua creativiteit, komt er steeds meer wat creatiever uit. Dus ja. Met andere woorden, jullie worden nog niet uit de markt geprezen. Nee, zeker niet. Op het moment dat je daar bewust van bent, wat je ermee kunt en ook ziet wat je ermee kunt en niet het als een gevaar ziet, maar meer als een toevoeging, dan is het alleen maar goed voor onze business, denk ik.